In de zomer van 2016 kwamen we thuis na de vakantie en hadden we deze verrassing eigenlijk in huis. Een scheur hier heel erg zichtbaar. Hier zijn we in een ander deel van het huis. Hier kun je ook heel duidelijk zien dat het aantal scheuren is toegenomen en veel groter is geworden. Vooral deze is heel goed zichtbaar en die in de achtergevel naar boven toe. Nog zeker 7 andere huizen in de buurt hebben schade. Kijk, we hebben hier dus een plek die is flink aan het werken, die scheur die laatste jaren, die loopt eigenlijk zo helemaal van onderaf naar boven toe. De schade ontstaat volgens de buurtbewoners doordat de grondwaterstand is veranderd en door trillingen veroorzaakt door de machine die het zand opzuigt. Dit rekje is door een van de bewoners tegen het raam geplaatst om die trillingen te laten horen. De familie Berns schakelde een expertisebureau in. Die komt tot de conclusie dat de scheuren zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van de zandwinning. Maar het bureau dat door de ontzander werd ingeschakeld, oordeelt dat er juist geen verband bestaat tussen de scheuren en het winnen van zand. Een oplossing lijkt daardoor ver weg, maar ondertussen nemen de zorgen toe. Nou kijk, hier de serre die is aan het zakken. En de ramen gaan scheef zijn in de kozijnen al. Dus we zijn wel bezorgd of dat er wel zal blijven staan. Dat straks niet de ramen kapot scheuren. Of dat er iemand zeg maar, door een kapotte raam zeg maar, dat die letsel krijgt. Of weet ik wat. De gemeente Westmaas en Waal verwijst de bewoners naar een speciaal schademeldpunt. En daar zullen zich volgens de buurtbewoners de komende tijd meer gedupeerden melden. Deze vuurwantsen zijn in ieder geval blij met de ontstane situatie.